Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Hier is je toppie. En waarom is je toppie, Jan? Nou, kan je vertellen? De zon schijnt. Ja, daar ben ik tegenwoordig blij mee. Ik zal wel oud worden. Vroeger dacht ik, het zal me niet uitmaken welk weer het wordt. Als ik het zonnetje zie, denk ik, nou, we maken er maar weer wat van, een Jantje. Hè? Van een dagje. Ja, ik word wel heel oud. Nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Oh, dat was leuk, hè? Ik heb wel veel pijn in mijn nek van me. Chocodrop? 4 potjes van Venco. En waar kennen we Venco van? Van drop. Hele lekkere drop. Ik ben gek op drop. Ja, ik ben zo'n man die altijd zeikt over zoetigheid. Maar drop vind ik lekker. Gemixte drop. Verschillende soorten drop. En ook wijngums. En Engelse drop. En katjesdrop. Ik vind het allemaal lekker. Drop vind ik lekker. Heerlijke drop. Behalve hele zoute drop. Vind ik niet tevreden. Maar goed, Venco die dacht ook, laten we eens even lekker gek gaan doen. We gaan het mixen met chocola. Heb je zo'n mooi product? Heb je zo'n mooi product? Namelijk het product drop. Waarom zou je dan in godsnaam choco drop gaan maken? En in van die vervelende potjes. Dat zie je hier dus al. Zit er chocola en daarin zit dan drop. Wie heeft erom gevraagd? Ik denk dat niemand er helemaal heeft gevraagd. Ik denk dat er gewoon zo'n Jan Joker zat in het creatieve team. En die zei op een gegeven moment, mag ik ook wat zeggen? En dat dan meneer Venco zei van, nou zeg jij ook maar wat. En dat zei op een gegeven moment, kijk, wij staan bij Venco natuurlijk bekend om ons drop. En dan zeiden ze allemaal, ja dat klopt. Want we zijn namelijk ook dropboer. Wij maken drop. Daar staan we ook bekend om, ja, om drop. Zei die, nou, als we nou eens out of the box denken. Out of the box. We gaan even out of the box. Wat is dan geen drop? En het hele boardroom zat zo. En er stak er eentje zijn vinger op. En die zei, karnemelk. Karnemelk is geen drop. Zei hij, ja, dat klopt. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel chocola. En waarop dus dan die directeur zei, nee, dat klopt. Wij maken geen chocola. Wij maken drop. Wij zijn van Venco, van de drop. En we zijn niet van de chocola. Ja, maar als we dat nou eens combineren. Dus dat wij ons product drop combineren met chocola. Zou dat niet leuk zijn? En op dat moment had dan iedereen moeten ingrijpen en zeggen, nee, dat zou dus niet leuk zijn. Nee, dat is totaal niet leuk. Wat een ruk idee, zeg. Wat doe je trouwens met je chocola? Sodemiet erop. Wij maken drop. Klaro. En we kunnen eens wel een keer een andere smaak erop maken. Of een lekker gek kleurtje. Of zo, weet ik wat. Of misschien wel een vreemde vorm. Maar één ding doen we niet. Chocola. Dus, raus. Weg jij. Maar dat is dus niet gebeurd. Want dat zal wel niet woke zijn. Dat zal wel een bepaalde minderheidsgroepering zijn geweest. Diegene met dat idee. Waarvan ze dachten, ja, laten we maar accepteren. Want anders zijn we straks weer aan het discrimineren. En zo is het dus gekomen dat ik dus nu met bakjes chocodrop zit. Dus dan puur. Ja, ik vind het onnodig. Maar goed. Zoete drop, pure chocola, drop poeder. Hebben we dat nodig? Nee. En wat is dit? Chocodrop kokos. Zoete drop, witte chocola. Kokosnippers. Hebben we dat nodig? Ook niet. Chocodrop melk anijs. Zoete drop melk chocolade poeder met anijssmaak. Onnodig. Chocodrop yoghurt passievrucht. Gadverdamme, het wordt steeds erger. Zoete drop witte chocolade met yoghurt smaak passievrucht poeder. Schiet mij maar lek. Deze wereld gaat aan gort. Hè? En niet alleen maar aan de zogenaamde klimaatproblemen. En niet alleen maar aan oorlogen. Maar ook aan dit soort troep. Onnodig en vervelend. Ik vind het een vervelend product. Kan ik nu al zeggen. Maar goed, ik kan het product aan de sokken affakkelen. Eén ding moet ook gebeuren en dat is proeven. Heb ik daar zin in? Nee. Het is s'morgens vroeg. Ik heb sowieso nooit trek in chocola. Maar in de combinatie chocola met drop, totaal niet. Ik zou eigenlijk een emmertje gewoon naast me moeten zetten om halverwege even het maagje te kunnen ledigen. Waar het niet, dat ik heb er geen zin om dat te pakken. Nee, puur.
dat is leuk, hè? Een leuk potje. Onmogelijk. Onmogelijk om open te maken. Er zit ook geen lipje aan en er is ook niet doorheen te steken. Auw! Toch wel. Kijk, dit is dus puur chocola. Hoe heet dat? Chocodrop. Puur. Het is harde chocola. Puur. Puur harde chocola. Wat mij betreft puur. In het chocolaatje. Zit een dropje. Ik proef dus een chocoladeballetje met erin. Een zacht dropje, wat een dropsmaak. Sla er nou toch op. Chocodrop kokosballetje. Witte chocola. Stiek dan een witte chocola. Met een drop en kokosnippers. Heel erg een witte chocola. Met kokos. Ja. En in het midden zit dan een dropje. Gadverdamme. Waar die pure chocola en een dropje nog een combinatie was, is witte chocola kokos en dan gaat het dropje in het midden. Bijzonder goor. Oh, misselijk. Oh, wat is dit vies. Oh. Dit is echt misselijk maken, jongens. Die smerige kokos er nog bij. Witte chocola en een dropje in het midden. Wie verzint het? Wie verzint zoiets? Oké, melk en anijs. Nou, ik haat melk chocola. Ik haat niet anijs. Ja, dit ziet er donkerder uit dan de pure, dus dat is ook raar. Maar, oh, kom op. Dat... Melk chocola. Anijs en dropje. Ik zweer je. Ik heb het heel snel doorgeslikt. Omdat ik bijna. Omdat ik bijna moest spugen. Die melkchocola, dat is ook prima, daar word je gewoon misselijk van, maar prima. Dan geeft het dropje echt een dropsmaak. Wat helemaal niet combineert met de chocola. En dan komt er dan zo'n anijzenlaag nog een keer overheen. Dat zijn zeg maar drie frontenoorlogen tegen je maag. En je maag die doet zijn arm in de lucht, zwaait met de witte vlag en zegt: ik geef me over. Mag ik ook me overgeven? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben op dit moment, en dat mag ik best weten, aan het vechten tegen mijn lijf. De laatste twee chocodrops. Die hebben mij ziek gemaakt. Nee, ik moet echt bijna kotsen. Ik ben er helemaal niet lekker van, zeg. Gadverdamme, mijn hele maag staat in de brand. Die draait zich om en om en om en om en die wil alles eruit werpen. Ik ben er helemaal zweterig van geworden. Ben je niet goed? Lijkt een manshow erop. Nou, ik doe even snel de laatste. Voordat ik richting potje ren. Ik heb dit nog meegemaakt. Witte zoetendrop, witte chocola met yoghurt en passievruchten smaak. Nou, ap. Gadverdamme. Dit is witte chocola. Misselijkmakend, vet en zoet.
Zit er opeens weer een drop in. En om het leuk te maken hebben ze een yoghurt. Passievrucht, dat is een zuur als de netem. Een ding eromheen gegooid. Oh, verschrikkelijk dit. Tijd voor de cijfertjes. En die zijn misselijkmakend. Zoals het product zelf. Ja, het is lang geleden dat ik zoiets meer eens heb geproefd. Ik zweer het je. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo'n nieuw product zo verschrikkelijk mislukt is. Om te beginnen. Chocodrop, melk met anijssmaak. Allemaal leuk en aardig, maar drop en chocola is een waanzinnig waardeloze combinatie. Dat werkt niet lekker. Met de anijs erbij, dan zeg je maar alleen maar, dit moet eruit. Dit moet eruit gekieperd worden, dit is niet goed. Deze krijgt er twee. Dan heb je dus de chocolade drop, witte chocolade, zoete yoghurt smaak, passievrucht poeder. Dit zijn allemaal smaken die niet bij elkaar passen. Het enige wat het opwekt bij jezelf is dat je het eruit wil werpen. Jouw lichaam roept gif, gif, gif op het moment dat je zo'n ding neemt. Die krijgt ook een twee. Zeg niet te vreten. Dan valt de witte chocola kokosdrop mee, vergeleken met die twee. Is het lekker? Nee. Nee, het is niet lekker. Het is vies. Misselijkmakend vies. Die krijgt van mij een 4. Eigenlijk de beste is dus pure chocola, maar dat is vaak, want pure chocola is in mijn ogen wel het lekkerste. En het combineert ook het beste met drop. Waarom? Hier hebben ze eigenlijk alleen maar chocola en drop gedaan, zonder al die andere gore, gore smaakjes erbij. Dus deze is nog wel te knagen. Ook onnodig, die krijgt een 5. Beste Venco, stop met deze onzin. Ontsla die man, flikker dit uit je assortiment en ga drop maken. Ja? Mooi. Ja. Ik ben echt niet goed, joh.